Hoe kunnen we jouw hart laten werken voor weinig geld? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van jullie werkte eigenlijk heel erg hard? Nou, er wordt toch wel redelijk hard gewerkt hier in de zaal. En wie van jullie verdient er ook heel veel voor dat werk? Nou, dat zijn er toch beduidend minder. Wat raar eigenlijk. En de vakbeweging vindt dat ook helemaal niet fijn, dat we heel hard werken en dat we niet zoveel geld krijgen. Die gaat de barricades op, zoals bijvoorbeeld bij de schoonmakersstaking in 2012... toen er werd gestaakt voor meer salaris, 5% meer salaris, betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is waar de vakbeweging voor staat. Maar doet de vakbeweging daar eigenlijk wel verstandig aan? Die vraag zou ik graag met u, met jullie, willen bespreken vandaag. Ter voorbereiding wil ik alvast aan 3 kandidaten vragen om te helpen met een klein experimentje. Dat experimentje bestaat uit een papier met 9 letters. En ik ga de vrijwilligers vragen om zoveel mogelijk woorden te maken van die 9 letters. En dan komen we zo dadelijk terug op de hopelijk mooie resultaten die jullie hier gaan behalen. Want daar reken ik wel op. Alsjeblieft. Oh, pardon. Alsjeblieft, met een pen. Alsjeblieft, met een pen. Wordt vervolgd, maar eerst wil ik graag de vraag stellen of we eigenlijk harder gaan werken van meer geld. En daar is een leuk experiment gedaan. Er is een groep van de straat geplukt en gevraagd om data in te voeren. Aan 1 groep werd gezegd, je krijgt er 3 euro voor. Aan een 2e groep werd gezegd, je krijgt er 4 euro voor. En wat bleek, ze werkten eigenlijk ongeveer even hard. Ze voerden net zoveel data in. Toen werd er een 3e groep bijgevoegd. En tegen die groep werd gezegd, we betalen u 3 euro. Maar toen ze begonnen, werd er gezegd, oh, er is een klein meevallertje in ons bedrijf. Je krijgt er nog 1 euro bij. Dus in 1 keer werden ze onverwachts met 4 euro betaald. En nou, je voelt hem al wel aan, wat gebeurde? Die 3e groep die voerde meer data in, die werkte harder dan de 2e groepen. Wat leren we uit dat experiment? Wat we daaruit leren is dat als je onverwachts een extra inkomen krijgt, dan levert dat meer prestaties op. Dan gaan we harder van werken. Ook als we meer betaald krijgen voor werk dat we leuk vinden, gaan we harder werken. Maar 1 heel belangrijke disclaimer is dat het niet de bedoeling is dat dat extra inkomen prestatiegerelateerd is. Als je namelijk het aan een prestatie relateert, dan zou je er wel eens minder hard van kunnen werken. En het roept misschien associaties op met de financiële sector. En dat is eigenlijk heel erg verrassend voor economen, want economen dachten altijd, if you pay peanuts, you get monkeys. Als je niks betaalt, krijg je slecht werk. En als je heel veel betaalt, krijg je goed werk. Maar het is dus niet noodzakelijk het geval dat je daar beter van gaat werken. De vraag is, waar gaan we dan harder van werken? Daar heb ik een leuk experimentje voor en dat is het Lego-experiment. En ik zou graag 2 vrijwilligers die hier vooraan zitten willen vragen om even naast mij op het podium plaats te nemen. Jullie hebben 2 Lego-figuurtjes in elkaar gezet. Leuk werk? Ja hoor, ja? Prima. Prima? Ja, prima. En hoe lang heb je erover gedaan om hem in elkaar te zetten? 12 minuten. 12 minuten, nou dat is toch een mooie prestatie. En hoe lang heb jij erover gedaan? 15 minuten. 15 minuten, oh dat is toch een beetje ingewikkeld. Dat is toch ja, hetzelfde figuurtje. Vond het wel lastig. Ja, vond het wel lastig. Ja. Nou, weet je wat, ik zet die van jou hier neer. Ik zet die van jou daar neer. En
Ik geef jullie allebei €5, omdat jullie geweldig werk hebben verricht. En welke was ook alweer die... Dat was die van jou, hè? Ja, nou, huppakee. Ik kan me ook eens even lekker uitleven. Wat vond je ervan dat ik jouw mooie Lego-figuurtje zomaar aan diggelen sla? Spijtig. Ja, wel spijtig. Spijtig. Ja. En als ik nou zeg, van, nou, je mag het nog een keertje doen, ik betaal je €4. Ga je dan nog een poppetje in elkaar zetten of zeg je, nou, zoek het lekker uit? Nou, ik denk het niet meer, nee. Nee, hè? Nee. Nou, ga rustig zitten. Heel erg bedankt voor jullie medewerking. We hebben dit experiment ook op wat meer wetenschappelijke wijze gedaan. En dan is het zo dat de groep die de Lego-poppetjes uitgestald krijgt, er bereid is ongeveer 11 te maken. En de groep waarvan de Lego-poppetjes vernield worden, misschien niet zo hardhandig als ik heb gedaan, die zijn maar bereid om 7 Lego-poppetjes te maken, alhoewel ze er geld voor krijgen. Net zoals die jongeman, die zei voor die €4, ja, zoek het lekker uit, dit is niet zinvol voor mij. Dus we vinden het belangrijk om zinvol werk te doen. Waar gaan we dan verder harder van werken? Daarvoor kom ik weer terug op het experiment met de 3 papiertjes, waar de jongelui heel erg hard aan gewerkt hebben. En ik zou graag aan nummer 1... Jeetje, wat heb je er veel... Goed, man. Stoer. En nummer 2. Nou, eens even zien. Die ruim ik even op hier in de envelop. Daar heb ik er nog meer in zitten. En dan nummer 3. Zo, die stoppen we in de papierversnipperaar. Oh, daar gaat-ie. Ah. Oh. Nou. Tip. Ik ga het zo nog een keertje aan jou vragen of je het wil doen. Denk je dan leuk of denk je zoek het lekker uit? Ik ben ook best bereid om daar wat geld voor te betalen. Oké. Je vond het fijn dat ik er even goed naar keek. Nummer 2, jouw naam weet ik niet, want het stond ook niet op papiertje. Ik heb hem opgeborgen. Oh ja, ik heb er, sorry, niet naar gekeken. Zou je het nog een keertje doen? Nee. Ook niet als ik zeg van, nou, je krijgt er €4 voor. Nee, ook niet. Nummer 3. Ja. Zeg het eens. Nee, hè? Nee, is niet leuk, hè? Nee. Het is toch wel interessant dat als je waardering krijgt, als je erkenning krijgt, als je het idee hebt van, nou, iemand die ziet wat voor hard werk ik doe, dan ben je bereid om daarvoor te werken als het compleet genegeerd wordt, of het zelfs door de papierversnipperaar wordt gehaald en denk je van, nou, zoek het lekker uit. Zelfs als ik er geld voor krijg, hoef ik het niet zo nodig te doen. Zo is het ook met de medewerkers in mijn leerstoelgroep. Die willen niet alleen maar een nummertje op een Excel-sheet zijn. Die willen graag dat ik zeg, jee, dat is echt belangrijk onderzoek dat je hebt gedaan. Dat was een inspirerend college. Die willen graag erkenning. En dan zijn ze bereid om wat harder te werken, zelfs voor minder geld. Waar gaan we verder nog harder van werken? Daarvoor heb ik een u vast heel welbekende gebruiksaanwijzing van de Billy. Dat is een IKEA-kast, mocht u het niet weten. Als we hem zelf in elkaar zetten, zijn we bereid er 63% meer voor te betalen dan wanneer het door een ander wordt gedaan. Omdat we dan het gevoel hebben, ik heb een echte uitdaging, ben ik aangegaan en dat heeft hartstikke mooie resultaten opgeleverd. Dus we vinden uitdaging belangrijk en we zijn bereid om meer te betalen voor een IKEA-kast als die uitdaging ermee gepaard gaat. Dus wat we zien is dat onze waardering van onze werkoutput gerelateerd is aan hoeveel uitdaging we ervaren en hoeveel creativiteit we kwijt kunnen
in ons werk. Dat zie je ook als je een fiets met een motortje hebt. Dan denk je, ja, is toch even net iets meer of iets minder inspannend of net iets minder uitdagend. Geeft net iets minder fijn gevoel dan wanneer je zelf hard ergens voor moet werken. Dus, de les die we uit al deze experimenten en voorbeelden leren, is dat je niet beter gaat werken van meer geld. Je gaat harder werken van meer geld als het onverwachts is. En als je het werk leuk vindt. En leuk werk is vooral werk dat we zinvol vinden. Werk waarin we creatief zijn. Werk waarin we uitgedaagd worden. En werk waarin we het gevoel hebben dat het erkend wordt, dat het gewaardeerd wordt. En als de vakbeweging het nou zou snappen, dan zouden ze niet moeten protesteren voor meer salaris, maar dan zouden ze moeten protesteren voor leuk werk, waar je respect voor krijgt, waar je waardering voor krijgt. Dat is wat wij belangrijk vinden in ons werkzame leven. In het volgende college staat de vraag centraal: waarom bereiken mannen nou toch sneller de top dan vrouwen?